verliezen is altijd pijnlijk, denk ik. Ja, ik denk dat zeker waar is. Je denkt van, ja, oké, we stonden voor de wedstrijd 4 punten voor. Die mannen hebben wel met een match minder gespeeld. Maar ik denk, ja, dan houden we die 1-1 vast. Ze moeten nog altijd 1-0 wedstrijd winnen. Dus dan gebeurt eigenlijk iets wat je niet meer verwacht. Ik denk wat ze zelf ook niet meer verwachten op die moment. Dus uit het niets wordt dat dan nog 1-1. En dan is de ontgoocheling groot natuurlijk. Hè, dat je in de laatste minuut hier alles nog een beetje verliest. Oké, ja, het is aan ons om onze rug te rechten. En volgende week de volgende topper eigenlijk tegen Sint-Niklaas weer er volledig tegenaan te gaan. Ik vond dat misschien wel het probleem dat jullie achteruit gingen leunen. Ik vond de eerste helft beter in de aanval, ook enkele kansen gehad. En zo kreeg natuurlijk Hoogstraat wel vrij spel. Volgens mijn bescheiden mening natuurlijk. Daar geef ik 100% gelijk. En het is ook al een aantal weken ons probleem. De eerste helft is goed tot vrij goed altijd. Scoren we ook gemakkelijk. Creëren we veel kansen en zo. Dus ik denk dat we kunnen gaan rusten met die 1-0. Want die 1-1 is eigenlijk door dom balverlies in het middenveld dat we alles openleggen. Ik denk dat we voor de rest, buiten dat shot op de lat, dat we weinig weggegeven hebben in de eerste helft. En dan is ons probleem de tweede helft. Ik weet niet wat dat is. Gaan wij een beetje leunen, achteruit leunen. En kunnen we het precies niet meer belopen op bepaalde momenten. En dan wordt het als tegenstrever makkelijk om de linies... tussen de linies te gaan voetballen en dan krijg je problemen natuurlijk. En dan, zonder echt heel gevaarlijk te zijn, denk ik, Hoogstraat, dat ze toch de tweede helft het betere van het spel hadden. Ze zitten met procentueel gezien, misschien 70-30 balbezit. Maar ze krijgen inderdaad geen kans, maar je weet, ja, als die bal eenmaal goed valt, dat het meestal zo is. Hè. Uiteraard. En dan, volgens mij, ik heb het niet heel goed gezien, maar ik denk dat die nummer 6 is die scoort van Hoogstraat. Terwijl dat ik tijdens de rust ook tegen de speler zeg, dat is een die heel veel naar de zijkanten gaat, heel veel de buitenkant, en die legt dan op een tweede paal de bal binnen. Dat zijn dingen, ja, daar moeten ze wat leren ook, die jongens. Deze is ook een leerproces. Het is voor de punten, maar ze spelen ook nog niet voor geld, gelijk de eerste ploeg en zo. Dat is een leerproces waar ze door moeten. En ik hoop dat ze deze weer al meepakken naar de volgende wedstrijd. Ondanks dit verlies is er inderdaad, zoals je zegt, nog niks verloren. Maar was dit de ambitie van jullie om nu al mee te strijden voor de titel? In het begin van het seizoen legde een aantal doelstellingen. Ik denk dat je vorig jaar vanuit van heel ver. Mijn voorganger Erik Brems heeft er een heel groot aandeel in gehad van die groep te zetten. En dan kom je van heel ver. En dan maakt een seizoen zijn mee dat je ongeveer, ik denk, op de derde of de vierde plaats eindigt. En dan denk je van, ja, we gaan voor die top 5. Ik denk dat dat wel een ambitie mag zijn die we hebben met de kwaliteiten. Maar ja, na 15 matches stonden daar, samen met Hoogstraten. Je komt dan ook door omstandigheden bij Hoogstraten die ik ook niet ken, beginnen die wat wedstrijden te verliezen, komt er wat voor. Punten voor, ja, en dan begint dat te leven natuurlijk, hè, dat titelverhaal. En also, voor heel veel jongens is dat op deze niveau waarschijnlijk een droom die ze kunnen beleven. Dus dan gaat het erin mee. En het is ook aan ons. De eerste is altijd degene waar dat op gejaagd wordt, zeggen ze altijd. Hè. Dus we komen daar ook wel tegen dat de ploegen ons anders gaan benaderen dan in het begin van het seizoen. En daar vinden we niet altijd het passend antwoord op. Ondanks de kwaliteiten die we hebben. Nog 5 wedstrijden te spelen nu. Titelambities opbrengen of zijn ze er nog? Ik denk dat niet. Hè. Er staat nog altijd 1 punt voor. Ze moeten nog altijd die inhaalwedstrijd winnen. Dat is het eerste al dat ze moeten doen. Plus, we hebben hetzelfde programma. Want de ploeg die tegen Hoogstraat speelt, daar spelen wij de week erachter tegen. Dus het is hetzelfde programma. Dus ik denk niet dat je nu moet zeggen van we gaan hier alles opbergen. Nee. Morgen mag er nog ontgoocheling zijn, gewoon rustig uitlopen. Maar vanaf donderdag, vrijdag gaan wij er terug keihard tegenaan. Voor maandag hier Sint-Niklaas. Partij te geven. En dan gaan wij er alles aan doen om terug die 3 punten thuis te houden. Maar het zal wel, ik denk wel dat je nog 5 winstmatchen nodig hebt om tot het einde die nopper gaat hebben. Dat denk ik wel.